Onze redactie ging ook langs bij Cheryl Polano, die dagelijks werkzaam is bij World Suriname Port Services en Public Relations and Marketing Representative binnen de Women in the Maritime Association Caribbean, WIMAC. De WIMAC is onderdeel van de internationale maritieme organisatie IMO en is bedoeld om bewustwording te creëren over vrouwen die werkzaam zijn in de maritieme sector. Polane zegt dat het belangrijk is de nodige steun te geven aan deze vrouwen, gezien het een vrij uitdagende sector is. Nou, WIMAC Suriname is vanaf 2021, 1 december 2021, officieel geïnstalleerd in Suriname. En vanaf dat moment zijn we dus goed bezig geweest. We hebben gesprekken gevoerd met de stakeholders binnen de sector, met dames die interesse hebben getoond waar tegen ze aanlopen. Met beleidmakers zijn er gesprekken gevoerd. En je merkt wel dat men ervan bewust is en dat men open staat om die verandering op gang te brengen. Polane stelt dat het verbeteren van de sector gepaard gaat met het creëren van de nodige gelijkheid in de positie van de vrouw en de man binnen deze sector. Ja, de maritieme sector is over het algemeen ook een sector waarbij de man, het is een man-dominated sector. En het doel is om dus die balans terug te brengen. Want zoals waarin ik geloof, is dat als je die balans terugbrengt, dat je dus de sector nog sneller en nog beter tot ontwikkeling kan brengen. Maar omdat je nog geen goede balans tussen man en vrouw hebt, merk je dat het wel op gang komt, maar niet met de snelheid zoals wij dat wilden zien. Dus vandaar dat we dan het belangrijk vinden dat die vrouw, die balans tussen man en vrouw binnen de maritieme sector een beetje beter op gang komt. Op de Internationale Dag van de Vrouw wordt er wereldwijd stilgestaan bij gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen. Het thema voor Vrouwendag dit jaar is onbeperkt leefbaar. Wij van ATV feliciteren elke vrouw met deze voor haar bijzondere dag vandaag.